Uit cijfers van de politie komt naar voren dat het aantal meldingen van overlast van de jeugd daalt. Het overgrote deel van de inwoners geeft ook aan geen last te hebben van hangjongeren. Het aantal meldingen daalt al sinds 2015. De voorafgaande jaren schommelde het aantal meldingen tussen de 177 en 143. Het aantal meldingen van overlast veroorzaakt door hangjongeren waren in 2018 nog 90 meldingen. Het eerste halfjaar van 2019 zijn dat 41 meldingen. In de eerste helft van 2019 werden 32 jongeren doorverwezen naar bureau Halt. 5 doorverwijzingen waren voor baldadigheid en bij 5 andere gevallen ging het om vernielingen. Daarnaast kregen 9 jongeren een straf bij Halt vanwege ernstig schoolverzuim. Bij bureau Halt krijgen jongeren de kans hun fouten recht te zetten door excuses te maken, de veroorzaakte schade te vergoeden of een taak uit te voeren.